Sinds februari 2005 moeten bepaalde groepen criminelen volgens de wet DNA-materiaal afstaan. Wie op dat moment vastzat, kon dat in de cel doen. Maar wie op vrije voeten was, moest zich melden. 160 criminelen in Midden- en West-Brabant deden dat niet. Op hen richt de politieactie zich nu. Deze mensen zijn al heel lang, krijgen die brieven van zowel het Openbaar Ministerie als van de politie om zich te melden. Die doen dat niet, dus vandaar dat we ze ophalen thuis, hier naar Tilburg brengen, het DNA afnemen. En daarna zijn ze weer vrij om te gaan en te staan waar ze willen. Op het bureau moeten ze al hun spulletjes inleveren en zich legitimeren. Daarna wordt er wat wangslijm afgenomen waar erfelijk materiaal in zit. Nou, ten eerste zijn het mensen die veroordeeld zijn, dus waar de rechter wettig en overtuigend bewezen heeft verklaard dat ze een strafbaar feit begaan hebben. En dan zijn het vooral de zwaardere delicten en de zedendelicten waar het om gaat. En we hopen dat bij een bepaalde categorie ook een preventieve werking vanuit gaat op het moment dat iemand weet, hé, mijn DNA zit in de databank. De actie duurt nog een paar dagen.